You gotta put your past behind you. Look. Goedemorgen op deze goedemorgen. Het is donderdag en Empire State Building dag. Het is wel heel vroeg, het is 7 uur nu. En we gaan nu met de metro richting het Empire State Building. Dan gaan we daar het allermooiste uitzicht van heel New York bekijken. Oh, hallo! Meneer heeft er even zin in deze ochtend. Het is echt, echt heel vroeg. En we hebben iets van 6 uur geslapen of zo. Dus dat is wel echt shit hier. Want we moesten de vlog nog helemaal bewerken. Dus uiteindelijk was het 12 uur of zo voordat we gingen slapen. Maar weer fris en fruitig vandaag. En let's go! Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Op de 86e verdieping en het uitzicht net van de 102e verdieping. Hoe zei je? 102e. Huh? Oké. Okay, op de 102. Ja. Daar waren we dus net en het was echt sick het uitzicht. Echt. Wauw. Maar dit. En het weer. Exciting moment van de hele dag! Ja! We gaan naar de dierentuin! Van Madagascar! Ja, we gaan naar de Madagascar dierentuin Central Park Zoo! Maar het is zo nutteloos dat we allemaal dingen doen. We hebben gewoon te veel dagen, maar dit is top echt. Dit is echt fantastisch. Ik hou van diertjes. Gewoon, als je die films hebt gezien, dan snap je gewoon waarom we dit willen. Ja. Weet je, net als die bookstore van You. Het is een beetje hetzelfde. Ja, echt wel. Je hebt zoveel zin in dieren te zien. Yes. Oké, okay, bye. Dat was het. Even eten te pakken. Hi my friend. Deze guy ligt dus gewoon lekker te chillen in het zonnetje. Geef hem eens ongelijk. Hij leeft nog wel, hij lijkt aardig dood, maar Kijk, ja, hij ademt. Oh, janken. Wat heb je gedaan? Ik heb meegedaan. Al die mieren duimen. Er zit vogel. Ik heb ook nog niet gezien waar het zit. Het zit hier. Ja, ik weet niet. Wacht, ik wil het even filmen. Oh, het is heel veel. Oh, ik wil weg nu. Ik ga stuk.
kwam om lekker in een kabelbaantje te gaan. Top, hè? Ja, dat was fantastisch. Nee, maar het was letterlijk 2 minuten en we staan hier, op een eiland. We zitten hier op een eiland waar we dus op geen enkele andere manier meer vanaf komen dan met de kabelbaan. Oké, maar luister, je hebt hier gewoon het Four Freedoms Park. Ja, dat staat dat toch op. Ja, maar ik bedoel, dit is gewoon... Nee, maar dit is een eiland van Manhattan. Daar gaan we heen. Ja. Eiland van Manhattan. Ja, UNESCO. En je hebt hier nog wel meer. Oh ja, hier. Leuke. En I-letters. Ik heb een foto. Zoals een bus. Nou, ik ben mijn camera vergeten, dus vandaar de kwaliteit. Sorry, het spijt me. We zitten nu bij IHOP. Dat is een heel groot pancake ding. American House, of nee, ik weet het niet meer. Maakt niet uit. International Pancake House. House of Pancakes. Oh, International House of Pancakes. Hey, lekker. Oké, daar zitten we dus nu. We hebben pancakes besteld. En ik laat jullie zo even zien hoe het eruit ziet. Ik film straks verder met mijn camera. Want we gaan straks waarschijnlijk toch weer terug naar het hotel. Even snel. Voordat we naar Chinatown gaan. Want dat zouden we gisteren doen. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. We hebben net een meeting gehad met Small Girls PR. Was hartstikke leuk. Super lief meid. En even contacten gelegd voor de volgende keer. Als we nog weer een keer naar New York gaan. Wat waarschijnlijk wel het geval is. Dus dat was heel top. En nu gaan we lekker ontbijten. Oh my god. Ik smaak lekker. Thanks. Dat wordt yum. Oeh, dit ziet er echt fucking lekker uit. Maar besef wel hoe groot ze zijn. Goeiedag, we zijn in Brooklyn. We hebben de metro genomen, een stukje de andere kant op. En we zijn echt in een compleet andere buurt dan hoe we de rest van de twee weken hebben doorgebracht. Dus het is zo grappig om te zien dat dit zo anders is. Het zijn echt zulke schattige huisjes. Kijk, je ziet dus ook nergens grote gebouwen. Alles is gewoon laag. Ja, wel wat hogere gebouwen, maar niet zo hoog als in New York City zelf. Dus we gaan nu even een koffietje doen. En we wilden gaan thrift shoppen. Gaan tweedehands shoppen. Of in ieder geval rondkijken. Want onze vrouw bij de meeting vanochtend zei dat het heel vet was hier in Brooklyn. Nou, ja, ik vind het echt super vies. Ik vind het zo stinken. Maar er is ook verder niks leuks, dus dat scheelt. Het was vet om te zien hoor. Het was leuk om te zien, maar het is niet helemaal mijn ding. We gaan nu even een koffietje doen bij de Starbucks of course. En kijk mijn nieuwe jas. Ah, Mie is helemaal happy. Hallo, here I am again. Dit ziet er echt ranzig uit. Ik heb zojuist een stukje van mijn eten doorgespoeld hier. En het ziet er nu uit zoals kots. Even weghalen. Oké. Ik heb net even gesport, vandaar ook deze goede gym outfit. Ik stelde echt geen flik voor, want ik had er echt geen zin in. En ze heeft nu weer een goede kont. Dat misschien, maar nee. Het was leuk geprobeerd. daarna hebben we lekker gegeten, lekker kippetje met broccoli, lekker gezond. Verder eigenlijk niet zo heel veel gedaan. We hebben nog wel even geshopt, maar ik moet eerlijk zeggen, de winkels echt, nee echt. Ze doen het hem niet hier. Nee, ik ga net zo liever in Nederland shoppen. Verder eigenlijk niks. Morgen hebben we weinig op de planning. Morgen gaan we switchen van hotel. Dus dan gaan we hier uit het hotel. En dan gaan we naar een ander hotel. Naar het Hilton op Times Square. Dus wel een mooie locatie ook. Lekker dichtbij deze, dat wel. Nu straks even you verder kijken. Ik ga even douchen nu. En dan, ja, sluit ik hierbij de vlog af. En bedankt voor het kijken naar alweer de 6e New York vlog. En ja, doe de duimpjes omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Love jullie! Bye!